Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een reeks aan maatregelen voor de zwakke huishoudens en sociaal zwakkeren aangekondigd. President Santokki heeft reeds goedkeuring gegeven dat dit beleid gecontinueerd kan worden. Een van de korte uiteenzettingen van minister Uraikit Ramsaran. Tijdens de regeringspersconferentie afgelopen maandag gaf hij ook verder aan dat het gaat om de verschillende uitkeringen die worden uitbetaald vanuit het ministerie van Sociale Zaken. Monikarta is een onderdeel daarvan. Voor degenen die het nog niet weten, de samenleving vooral. Er zijn verschillende manieren hoe wij dan de samenleving tegemoet komen. Eén is via Monikarta en de ander is via cashbetalingen die gedaan worden richting de samenleving. Ik moet dan meteen aangeven dat gekeken naar dat van Monikarta, wij het moesten upgraden. Gezamenlijk met onze partner, dat is de SPSB, met wie we al Monikarta uitvoeren. We hebben dan gekeken naar de manieren, verschillende manieren en programma's die we zouden kunnen implementeren. Intussen hebben we een volledig centraal programma ontwikkeld. Dat is het Social Beneficiary Programma. Geen onbekende programma binnen Latijns-Amerika. Wat wij dan intussen ook hebben besproken en mogen presenteren. Wij zullen dat geheel, eigenlijk het platform gebruiken om verschillende zaken aan te pakken. En dat zal dan ervoor zorgen dat wij verschillende subsidies dan zouden kunnen geven via één platform. Enkele van de zaken die we zouden kunnen geven. De president heeft net gesproken over dat van elektriciteit, over dat van benzine en dat soort dingen. Dus ik wil dan meegeven dat we sowieso ons zullen focussen op water, elektriciteit, voeding, brandstof, etc. Die een totaal pakket zal zijn. De minister is de mening toegedaan dat er niet alleen gekeken moet worden naar de zwakke huishoudens en de sociaal zwakkeren. De middenklasse dreigt met alle veranderingen en wijzigingen straks ook te vallen onder de armoedegrens. Het staatshoofd vulde de minister gelijk aan dat hij als eerste burger zijn moneykaart heeft ontvangen. Wij willen dan ervoor zorgen dat wij de zaken dan zo goed als mogelijk aanpakken. Niet alleen met het bestand dat we daar hebben bij SOSAVO, dat als fundament. Maar zo ook de verschillende bestanden die beschikbaar zijn. Of het nou bij EBS is, of het nou bij SUM is, etc. Dat we dat volledig clusteren. Want zoals wij ook zorgen maken, het is zo dat misschien de middenklasse ook in gevaar zit. Dat zij straks als sociaal zwakke huishoudens geregistreerd kunnen worden. Dus in het kort, het is het upgraden van het Monikarta systeem. En uiteindelijk dat we een centraal platform hebben om de mensen tegemoet te komen. Ja, en ik heb mijn kaart zo'n 4-5 maanden geleden gehad, minister. Ik was de eerste die gehad heeft. 5 SRD gestort gekregen. Het werkt. Het werkt. Alleen, nogmaals, die dingen gaan te traag. Het moet sneller, het moet sneller, het moet sneller. Dus capaciteit. Het ligt aan capaciteit. En nu hebben we meerdere ministers. We hebben zelfs staatsolie gevraagd om met hun kader, directeur van staat, kom ons een beetje helpen. We hebben meer kader nodig om die dingen allemaal uit te voeren. Dat is weer een voorbeeld van, breng mensen bij elkaar, dan gaat het makkelijker. Dus nogmaals, het systeem is al ontwikkeld en het werkt. En ik hoop dat de samenleving binnenkort ook deze kaart mag krijgen. De verschillende betalingen, vooral voor de sociaal zwakkeren, die momenteel niet worden meegenomen in het systeem, dat zij in de toekomst het geld giraal kunnen ontvangen, aldus minister Ramsaran.